so. Will. Hallo, goedenavond. Welkom bij dit webinar over, over Azure API Management. Ik ben eerst even wat huisregels wil ik vertellen voordat ik verder ga. Er zit ongeveer 20 seconden delay in de stream. Dus houd daar rekening mee dat als je vragen stelt, dat het in ieder geval 20 seconden later pas bij mij bekend is. Zorg ervoor dat je op een rustige plek zit om rustig dit webinar te kunnen volgen. Vragen kunnen gesteld worden via de chat. Irene zit hier om de vragen aan mij door te spelen en om het gedeelte te regisseren. Na de presentatie is er ruimte voor extra vragen, naast de vragen die ondertussen al zijn gekomen. Even een korte introductie. Ik ben Tom Heijmans, ik ben software developer bij Brightcubes. Ik werk nu ongeveer 1 jaar hier bij Brightcubes. Ondertussen ongeveer zeven jaar ervaring als software developer in het .NET landschap. Ook een aantal jaren alweer ervaring met Azure in de brede zin van het woord. Je kunt me altijd bereiken op mijn e-mailadres dat hier ook in de beeld staat. Dat denk ik kort over mij. Het doel van vandaag is de kracht van Azure API Management aantonen. Of in ieder geval jullie overtuigen van de kracht die het platform in zich heeft. En ik denk API Management aan zich ook. De agenda voor dit webinar. Het eerste stukje is het API management waarom. Waarom zou je API management gebruiken? Waar is het nuttig voor? Wat voegt het toe? Daarna het API management het wat. Wat is het dan? Want we moeten eerst een probleem hebben natuurlijk wat we gaan oplossen. Het wat gaat beschrijven wat API management is, wat het gaat toevoegen aan jouw organisatie. Daarna ga ik een stukje over Azure API management zelf vertellen. Wat is Azure API management? Wat kan het, hoe zit het in elkaar en wat voegt het toe in die zin. Daarna ga ik een stukje een demo geven in API management. En daarna wil ik nog een stukje vertellen over mijn ervaringen met Azure API management. En wat dat voor mij heeft gebracht tot nu toe. Dus ik hoop dat jullie hier veel plezier aan hebben. Oké. Het waarom. Laten we beginnen met een concreet case wat iedereen op dit moment wel om zich heen krijgt natuurlijk. Je hebt de tijden waar we in zitten, hoor je vaak het woord corona-app. De overheid die wil een corona-app ontwikkelen. Daarvoor hebben ze natuurlijk data nodig om te ontsluiten of in ieder geval om die corona-app op te kunnen baseren. Daarvoor is er ergens een datastore, een locatiedata. Waar de gegevens in zitten voor wie waar is geweest, wie waar naartoe gaat, waar al die data, waar die locaties waren. Die heb je natuurlijk niet zomaar in de corona-app. Daarvoor zal er een API gebouwd moeten worden, of moeten zijn, waar die corona-app zijn data op kan vragen. Dat is natuurlijk heel makkelijk, dat bouw je een API en je vraagt die data op. Maar het wordt al iets complexer als we ook de besmettingsdata willen gaan opvragen in die zin. Dus wie is er besmet, waar zijn die besmette personen geweest, die willen we aan elkaar kunnen combineren. En daarvoor hebben we twee databronnen en twee API's beschikbaar die de corona-app beide moet gaan moet kunnen aanroepen. Dan wordt het dus al iets complexer en stel je voor dat er ook nog een website bij komt die ook de besmettingsdata wil kunnen raadplegen. Dan wordt het uiteraard nog iets complexer, want dan heb je al twee applicaties die een tweetal API's willen bevragen met andere wensen en andere eisen in die zin. Dan kunnen we zien dat de locatiedata door de API's beheerd worden door de overheid. Dat is misschien discutabel, maar laten we zeggen dat de API's beheerd worden door de overheid.
En partij X gaat de websites maken en de app. Er zullen al afspraken moeten komen tussen die twee partijen, wie wat gaat doen en waar welke verantwoordelijkheid ligt en hoe zij gaan aansluiten. Je kan je voorstellen dat de wereld waar we nu in zitten, is dat de overheid meer partijen de kans wil geven. En zo zie je dat het al vrij snel heel complex wordt in wie waar op aansluit en hoe die afspraken liggen. Dus je hebt nu een partij X, partij Y en een partij Z die allerlei data willen van die verschillende de bronnen en hun eigen features willen toevoegen natuurlijk. Dus ze hebben al hun eigen wensen op hoe die API moet werken en hoe ze daarop willen aansluiten natuurlijk. Dus eigenlijk wat we zien in deze wereld is dat er heel veel databronnen zijn of heel veel gegevensbronnen, heel veel functionaliteiten geleverd worden op verschillende API's. En het liefst zouden we dat allemaal aan elkaar koppelen natuurlijk. We zien dat die vraag daarna steeds groter wordt voor de data te ontsluiten. En als je een klant hebt, wilt hij het niet alleen via zijn frontend die hij levert kunnen inzien, maar ook via een API. En dat kan op veel verschillende manieren natuurlijk ontsloten worden op dit moment. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld een SOAP webservice, een RESTful webservice of tegenwoordig de GRPC webservices. En dat zijn allemaal verschillende services die ontsloten moeten worden. En ook jij als bedrijf van API leverancier levert die verschillende koppelvlakken. En dat is niet meer zo van ik lever alleen een RESTful service en that's it. Want de tijd gaat veel sneller. Je leeft in een wereld van microservices en een SOA-architectuur waarbij er niet één standaard meer is waarbij wat jij wil ontsluiten, maar dat is veel, veel breder in die zin. En dat wil je op een goede manier gaan ontsluiten. En als we dan kijken naar de ontwikkelmethodes, dan verschilt dat ook per partij weer. Je hebt partijen die waterval ontwikkelen nog en je hebt partijen die agile ontwikkelen. Waarbij sommige partijen ook al aan continuous delivery doen. Die checken hun code in die zin. En die brengen dat direct naar productie. Dus je wil eigenlijk, de conclusie hiervan is, we zitten in een heel flexibele wereld waar we heel snel willen kunnen ontwikkelen. Heel snel nieuwe stappen willen kunnen zetten, nieuwe technieken kunnen introduceren. Maar tegelijkertijd willen onze klanten wel alles aan elkaar koppelen en heel erg verbinden. En dat zorgt voor een complexe situatie waarbij jij als ontwikkelaar toch in een dilemma komt. Want je wil zelf ook je maximale flexibiliteit hebben, dat jij niet vastzit aan die andere partij. Dat is een beetje het probleem wat de API management moet gaan oplossen of wat het kan oplossen. En dat is de kern van het probleem, denk ik. Als we naar het wat kijken. Wat is API management dan? Eigenlijk is het heel, heel breed. API management wordt ook wel eens de API gateway genoemd. Maar dat zijn eigenlijk twee heel verschillende dingen. Of de API gateway complementeert API management in die zin. Eigenlijk is API management gewoon het complete proces voor het distribueren, beheren en analyseren van jouw API. Het hele levensvatbaarheid van jouw API. Jouw API wordt bedacht, die wordt afgestemd. Er worden afspraken gemaakt hoe we die gaan ontsluiten, aan wie we die gaan ontsluiten, waarvoor die bedoeld is. Wat de levensvatbaarheid is. En je wil het ook. Dat is eigenlijk een stukje API management. Daarna de livegang. Daar komen dus de analyses op jouw API. Wat wordt gebruikt? Wie gebruikt wat? Wie mag wat doen? Wie kan wat doen? En daar ook weer uiteindelijk misschien wel het verdienen van geld aan jouw API. Dus partij X moet geld betalen voor of een bepaald budget betalen voor een gebruik. En partij Y die moet een ander bedrag betalen daarvoor. Dan hebben we het vooral over het proces gehad. Maar we hebben ook de API management solutions. Er zijn heel veel partijen die inspringen op het API management als proces. Maar daar ook een solution voor leveren. Dus een applicatie die deze functionaliteit voor jou deels wegneemt of deels voor jou oplost.
En die solutions die bestaan vaak uit een drietal hoofdonderwerpen. En dan gaat het over die API gateway die ik net ook al benoemd heb. Dat is vaak de gateway van jouw entry point naar jouw backend in die zin. Daar ga ik daar iets verder op in ook. De developer portal, en dat is vooral om je klant aan te sluiten, je klant te beheren. Van hey, welke API's zijn er? Hoe sluit je daarop aan? Welke mag ik aanroepen? Dus ik wil aanvragen doen tot een API. Dat soort dingen. Dus ook de analyse van wat gebruik ik als klant zijnde en hoeveel gebruik ik daarvan. En dan heb je nog het lifecycle management. En dat is vooral voor jou als aanbieder van API's. Dus dan heb je het vooral over het, ik wil een nieuwe versie aanleveren van een API. Hoe ga ik dat managen? Hoe ga ik zorgen dat die nieuwe API ook gebruikt wordt? En wat wordt er gebruikt? Dus dat gaat op dat soort dingen gaat dat dieper in. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie hoofdpunten vanuit API Management Solutions waar ze op geënt zijn. Zonder daar heel diep al op in te gaan. Als we kijken dat we die drie hoofdonderwerpen hebben, dan hebben we, of de drie hoofddelen van een solution, dan hebben we ook de vijf aspecten van een API Management Solution, wat ze vooral moeten gaan dekken. En dan kan er gedacht worden aan security en access control, analytics en reporting, developer portal, wat ook als een los onderdeel benoemd wordt, maar ook heel erg terugkomt in het proces in die zin. De betaling en de business engine, wat natuurlijk heel erg slaat op het API gateway stukje. Als ik ze dan even over elkaar leg, dan kunnen we even dieper ingaan op wat nou waar afgedekt wordt, welk van de vijf aspecten in welke van de drie onderdelen vooral naar voren komt. Je hebt de API gateway. En zoals ik al zei, dat is niet hetzelfde als API management. API gateway is vooral de technische oplossing, dus de technische gateway naar binnen toe, waarachter jouw backend ligt. Want uiteindelijk zal je tot een backend moeten komen in die zin. In deze API gateway worden vooral beslissingen genomen. En dat zal je daar bij Azure API management ook zien, wat daarin gebeurt. En die is heel erg, die heeft betrekking vooral op je op je business engine. Dus het is eigenlijk de kern van je API management. Hier wordt de routering geregeld naar jouw backend. Jouw policies afgedwongen, als ik het in Azure API management termen benoem. Dus de keuzes die gemaakt moeten worden. Dus als er gecached moet worden. Als er een call doorgezet moet naar je backend. Als er een call afgewezen moet worden, om wat voor reden dan ook. Wordt dat hierin afgedwongen vaak. Dan heb je natuurlijk het access control en security. Dat gaat ook over weer het wie mag jouw API aanroepen. Dus als jij een client certificaat of iets dergelijks wil, dan kan er daarin geregeld worden, zodat je hem op de frontend op die gateway al afvangt, zonder hem naar je backend te sturen en dus daarmee load gaat besparen. Maar ook iets als een client authenticatie, dus als een user data moet ophalen op een bepaalde manier, dan zou dat daarin geregeld kunnen worden. Dan heb je natuurlijk de analytics en reporting. Daar is natuurlijk de koppeling natuurlijk van wat wordt er gebruikt, wat gaat er fout. De analytics van welke call van buiten komt naar binnen en wordt op welke manier afgehandeld en wat gaat daarin goed, wat gaat erin fout, hoe vaak gebeurt dat? Om zo te kunnen achterhalen wat er wordt er gebruikt in jouw API nog en wat wordt er niet meer gebruikt in die zin. Dus dat zit daar heel erg in. En dan heb je natuurlijk een stukje billing en payment. En dat is logisch, dat ligt een stukje aan die analytics ook weer natuurlijk en reporting van hey, welke gebruikers gebruikt wat en hoeveel data gebruikt hij, hoeveel calls doet hij en dat af te dwingen. Dus dat zit daar een stukje in. Als je naar de developer portal kijkt, dan slaat die vooral op die vier gebieden van die je daar rechts ziet. Dat gaat natuurlijk over een stukje security. Je moet zorgen dat je als aansluitende partij op een API
toegang krijgt tot een bepaalde API, een bepaald product misschien wel. Dus je zult daar eigen subscriptions moeten maken en moeten kunnen aanvragen. Je zult ook je als partij moeten kunnen registreren natuurlijk van hey, ik wil deze API gaan gebruiken. En dat, dan gaat het nog niet eens over het gebruiken, maar meer als partij aansluiten op de ontsluitende partij in die zin. Je hebt natuurlijk analytics en reporting, dat is ook logisch. Natuurlijk, je wil, als aansluitende partij wil je natuurlijk wel weten wat er gebeurt als jij een API aanroept. Als ik een foutcode terugkrijg, dan wil ik daar enigszins iets van kunnen zien. Of als ik een API aanroep, wil ik ook weten hoe vaak ik iets gebruik. Of hoe vaak ik tegen mijn limieten aanloop, bijvoorbeeld als ik beperkt ben in mijn gebruik. Dan wil ik wel weten wanneer of hoe dat beperkt wordt. Zodat ik ook daar mijn software op aan kan passen natuurlijk. Dan heb je natuurlijk de developer portal, en dat spreekt voor zich. Dat is natuurlijk de ontsluiting van je documentatie, de aansluitgegevens en dergelijke. Dat zit daar natuurlijk heel erg in diezelfde, dus hetzelfde stuk. En dan heb je natuurlijk billing en payments en dat spreekt denk ik ook voor zich. Als aansluitende partijen wil je wel inzicht hebben in de verbruiksgegevens om zo ook de facturen te kunnen, die je van je API supplier krijgt, te kunnen valideren of die correct zijn in die zin. Dan heb je nog het stukje lifecycle management en dat zit heel erg op de andere vier punten. Dat is natuurlijk een stukje API business engine. Je business engine die neemt heel veel besluiten voor de binnenkomende de stukken. Die wil je natuurlijk beheren met een lifecycle management. Dus het kan zijn dat mijn API zoals ik die vandaag aanroep, ik lever morgen een nieuwe API uit, dan moet dat wel langs elkaar kunnen lopen. Dus het kan zijn dat je een V1 en een V2 hebt en dat soort beheer moet gedaan worden. Het kan dat je aan de backend, aan je echte backend kan maar één versie hebt. En dat moet natuurlijk wel op de juiste manier gebeuren. En je wil daarbij ook kunnen zeggen van hey, ik lever op dit moment alleen V1 aan deze bepaalde klant. Of ik lever alleen V2 aan die bepaalde klanten om zo een testgroep te hebben. En dat wil je natuurlijk daarin kunnen regelen. Dan heb je natuurlijk je access control security. En dat hangt daar ook weer een beetje mee samen van wie mag welke API-versie gebruiken. En ik heb nieuwe features uitgeleverd. Wie of wat mag dat gebruiken om iets mee te doen. Dus dat zit heel erg in die hoek. Dan heb je natuurlijk ook je analytics, is natuurlijk ook onderdeel daarvan. Want als jij een nieuwe versie uitlevert, dan wil jij dat je de analytics over die versie kunt bepalen. Jij wil, als jij een nieuwe versie uitlevert, wil jij wel weten, is de performance vooruit gegaan, is die achteruit gegaan, hoe is het gebruik, wie gebruikt het, welke features in combinatie met elkaar gebruiken ze. Dus als ik meerdere API's heb aangemaakt en twee calls die worden altijd tegelijk gedaan, dan kom je wel in een vaarwater waar je zegt van hey, misschien moeten we daar iets combineren of misschien moeten we daar iets optimaliseren. En dat zou je daar natuurlijk uit kunnen halen. En je hebt natuurlijk een stukje developer portal wat er ook raakvlak mee heeft. Want elke nieuwe versie, elke nieuwe API zal een nieuwe documentatie beschikbaar moeten hebben of iets dergelijks. Dus daar zit natuurlijk wel een stukje beschrijving in dat ook beheerd moet worden wanneer jij nieuwe API's live brengt in die zin. Oké, dat is het algemene stukje over API management aan zich. Dan komen we eigenlijk bij het Azure API management en dat valt daar heel erg mee samen. Daar komen de theoretische stukken van net komen terug in hoe API management het bij Azure heeft opgelost of hoe dat in elkaar zit. Azure API management bestaat eigenlijk uit een drietal onderdelen, wat we net ook zagen, die onderdelen die elke API management solution heeft in principe. Het eerste stukje eigenlijk is de developer portal. Het is vooral bedoeld voor de aansluitende developers om hun gegevens te kunnen ontdekken in die zin. En hier is dat app developers, maar dat in de app in de zin van de breedste zin van het woord natuurlijk. Hier kunnen ze producten ontdekken. Dus je kunt als bedrijf een product op de markt zeggen. Daar horen deze API's
onder. En dat komt daar ook in de demo ook terug. Daar kunnen ze de API's ontdekken die wij als partij uitleveren waar zij überhaupt toegang toe kunnen krijgen. Ze kunnen daar de documentatie op vragen. Dus als wij bijvoorbeeld een REST API hebben gemaakt met een Swagger, dan komt daar een pagina uit die helemaal beschrijft van zo zit de API in elkaar. Daar kunnen we ook test calls doen. Dus zonder dat je rechtstreeks met Postman of iets dergelijks moet gaan testen, kun je dat ook gewoon via die API doen. Natuurlijk zit er ook toegangsbeheer in. Jij kunt je aanmelden als partij zijnde van hey, ik wil deze API, ik wil hier iets mee gaan doen met de API's van Brightcubes. En daar kan ik me op aanmelden. En vervolgens kun jij subscriptions aanvragen voor de specifieke API's. Zoals die gebruikt worden. Er zit ook een stukje monitoring in deze API, waardoor je dus echt kunt terugzien van hey, deze subscription, dus ik heb een subscription key voor een bepaalde API, die is zo vaak gebruikt en die heeft zoveel data verstookt. Om zo heel nauwkeurig inzicht te krijgen in hoe jouw verbruik is. Als mijn applicatie bijvoorbeeld gerestrict is of mijn API gerestrict is op 5 calls per minuut, dan kun je daar zien ook van hoeveel calls er gedaan worden en hoe dat zich verhoudt. Dus dat is eigenlijk het stukje developer portal. Dan heb je weer het stukje de management laag eigenlijk. En dat is Azure, in principe Azure zelf. Die kun je aansturen via de portal van Azure, die de meeste mensen wel zullen kennen, denk ik. Maar je kunt hem ook aansturen via ARM templates, PowerShell, Azure PowerShell of de API's van Azure zelf natuurlijk. De management laag is heel erg bedoeld voor jou als leverancier van API's. Dus ik wil een API ontsluiten, dan kan ik daar mijn API's in gaan regelen, mijn producten inregelen welke ik ontsluit. Dus ik kan zeggen van hey, in het voorbeeld van de corona app, ik lever een corona product uit in die zin. En daaronder valt de locatie data API en de besmettingsgegevens API. En dat kun je allemaal inregelen binnen dat stukje. Natuurlijk kun je daar je API's ook publiceren en nieuwe versies aanmaken. En je monitoring terugzien, je logging van alles wat fout gaat, ook alles wat goed gaat. Eventueel sampling toevoegen over jouw logging van goede requests en foute requests. Om zo te kunnen kijken van hey, hoe is de algemene graad over mijn API en hoe wordt dat gebruikt. Uiteraard heb ik ook een stukje monetizen, maar dat is niet het main doel van Azure API Management, denk ik. Je kunt via een losse API Management API, ja, kun je een reports opvragen of zelf gebruiksgegevens opvragen. En zo dus zien van hey, deze klant gebruikt X calls of deze klant gebruikt Y calls en zoveel data. En daarmee kun je dat dus uithalen, maar is het niet de main oplossing. Want je zult zelf uiteindelijk zelf je gegevens uit moeten halen van hoe jij wil gaan factureren in die zin. Dan heb je nog natuurlijk de API Gateway. Dat zou je ook als een los iets zijn. Dat is, ik denk, de kern van API management in die zin. Dat is jouw gateway waardoor al het verkeer gaat. Dus als jij een API wil ontsluiten via API management, dan sluit je die aan als backend service op de API management. En al het verkeer wat van een client komt, gaat via die API gateway naar die backend. Of in ieder geval, daar worden besluiten genomen of het naar die backend gaat. De gateway is in die zin multi-cloud en on-premise te draaien. Hij draait altijd in Azure in die zin. Dus je kunt niet zonder de Azure gateway. Maar je kunt hem doorschalen naar bijvoorbeeld on-premise of een andere cloud omgeving, middels een Docker container. Waardoor je hem dus dichter bij jouw uiteindelijke target resource kunt zetten, bij je target backends of bij je target clients. Kun je hem dan dichtbij zetten natuurlijk.
Uiteindelijk is de gateway bedoeld voor de ontsluiting van de backend natuurlijk. En omdat het Azure is, zal het integreert het goed met de Azure producten. Zoals bijvoorbeeld Service Fabric, Azure Functions, App Services of Kubernetes services. En daarnaast natuurlijk ook met bijvoorbeeld iets als Event Hub of Event Grid om events te kunnen versturen van API, vanuit API management. Uiteindelijk is het gewoon de business engine van het hele API management solution. Hier worden je besluiten genomen op het verkeer en wordt het doorgezet naar de juiste plekken of afgecached om de juiste redenen. Dan wil ik nog even een stukje verder ingaan op API management, de policies. En dat is een stukje van de grootste kracht, denk ik, van API management. Je hebt net de gateway, ik heb je laten zien waar de gateway zit in het hele verhaaltje. En in die gateway, die business engine, daar worden policies geëvalueerd. Om zo tot een besluit te komen van wat mag ik doorzetten, naar wie moet ik iets doorzetten en hoe moet ik iets doorzetten naar mijn backend. Een API management policy bestaat eigenlijk uit het stuk XML dat je rechts ziet. Je hebt dus een stukje inbound processing, backend processing, outbound en error handling. Om zo de verschillende stadia van jouw request aan te kunnen geven. Je kunt iets doen op het inkomende request om die te muteren. Bijvoorbeeld door te zetten naar een bepaalde backend of de URL aan te passen. Je zou het hele request kunnen omzetten, bijvoorbeeld van een JSON REST request naar een SOAP request. Dat zou eventueel mogelijk zijn. Je kunt er eventueel nog dingen doen die moeten gebeuren voordat je naar de backend moet. Maar je zou ook weer dingen op de outbound kunnen doen, dus bijvoorbeeld op de response die terugkomen. En dat is bijvoorbeeld weer het tegenovergestelde. Je SOAP request omzetten of response omzetten naar een JSON REST response. Natuurlijk mappen in die zin SOAP en REST niet helemaal op elkaar, dat je dat één op één zou kunnen doen. Maar het is wel mogelijk in die zin. Een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is, is natuurlijk iets van access restriction. Je zou een IP-filtering kunnen doen, iets met throttling kunnen doen. Dus hey, ik als gebruiker mag maar 5 calls per minuut doen of een resource mag maar x keer opgevraagd worden. Dat soort dingen kun je daarin doen, maar ook iets als caching om bijvoorbeeld de load op jouw backend te beperken. Als jij een API call hebt die zeg statisch is per x minuten of per dag tot er iets verandert, dan zou jij hem kunnen cachen in API management, waardoor jij je load beperkt op jouw backend. Dus daarmee de load heel erg beperkt en dus de kosten aan de backend kant kunt verminderen. Uiteraard kun je iets met authentication doen om de user te authenticeren op jouw backend of op jouw frontend, maar ook authenticatie tussen API management en je backend kan gebeuren. Gedaan worden. Bijvoorbeeld met een client certificaat of een managed identity vanuit API management, vanuit Azure. En nog iets krachtigs daarbij is ook bijvoorbeeld iets als mocking. Je kunt een API management of een API al opzetten. Laten zorgen dat die mock responses teruggeeft. En dus daardoor je client al heel erg laten, of al kun je al laten aansluiten zonder dat jij eigenlijk je backend call hebt gedaan. En daarmee kun je dus al beginnen met je frontend werk of jouw client werk zonder dat jij je echte backend hebt. Hier heb ik een stukje voorbeeld van bijvoorbeeld een simpele policy om rate policy limits toe te voegen. Dit werkt op basis van een XML statements waarbij je ook weer beperkte C-sharp ondersteuning hebt. En die staan helemaal goed uit beschreven. En hier heb je bijvoorbeeld ook iets complexere stukken om een JWT token te valideren, om bijvoorbeeld jouw app te laten afdwingen dat iemand met een OAuth token zich valideert bij jou. En daarin zie je ook dat er een stukje complexere C-sharp logica mogelijk is. En daar kun je heel ver in gaan. Dus er zit een heel krachtige engine achter. Oké. Dan wil ik naar de demo gaan. Irene, zijn er toevallig al vragen binnengekomen? Ja, er is één
caching alleen op basis van URL-parameters gedaan worden of ook uitgebreide? Dat kan ook zeker op uitgebreidere dingen. Je kunt daar heel ver in gaan. Je kunt er op je headers van je backend bijvoorbeeld cachen. Dus jouw websites geven in principe caching headers terug hoe een client moet cachen. En dat kan ook op basis daarvan. Dus dan kan API management op basis van die headers die hij van de backend terugkrijgt, kan hij zijn zaken gaan cachen. Maar ook op basis van een key die binnenkomt in jouw URL, zou je kunnen zeggen van oké, dit moet ik op die manier cachen. Dus hij kan daar best wel ver in gaan. En die cache policy kun je ook op basis van allerlei dingen uit het request cachen. Want je kunt daarin gewoon beperkte C# gebruiken. En volgens mij heb je bijna de hele HTTP request klasse in beperkte mate tot beschikbaar. Dus ja, dat is best een uitgebreide mogelijkheid. Oké, dan ga ik door naar de demo. Eerst een stukje introductie in wat ik wil laten zien. We hebben weer die app, de partij die iets wil aansluiten of die iets wil gaan ontwikkelen. Partij X die wil een to-do app gaan ontwikkelen, zoals velen die kennen natuurlijk met to-do items. Ze willen dit laten maken door een API supplier die dit ding gaat maken voor ze. Dus een andere partij, omdat ze zelf daar niet toe in staat zijn. Voor authentication, wat zijn de voordelen om authentication in Azure Management Tools te regelen in vergelijking met een eigen authentication service opzetten? Dat is een goede vraag. Je kunt aan Azure API Management kun jij elke authenticatie service koppelen die jij wilt. Dus jij kunt gewoon een andere OAuth server koppelen aan Azure API Management in die zin. En enkel het JWT-token bijvoorbeeld valideren. Je kunt uiteraard ook iets als Azure Active Directory of iets dergelijks configureren. Maar je kunt elke identity provider of je OAuth server in principe koppelen aan API Management. En API Management levert dat niet zelf, die OAuth server. Het staat los van API Management in die zin. Oké, je hebt partij X en die wil een app laten ontwikkelen en die gaat een backend bij je API supplier laten ontwikkelen. Daarvoor gaan ze afspraken maken, ze gaan een Swagger document opstellen, een Swagger YAML. Dat is voor de mensen die dat niet kennen, dat is een definitie hoe een REST API in elkaar zit. Dus zoals je bij SOAP de WSDL eigenlijk kunt zien. En die stemmen ze samen af. En partij X wil eigenlijk zo snel mogelijk aansluiten op die API. De API supplier gaat een API management service opzetten waarbij ze die Swagger definitie gaan praten. Partij X die vervangt zijn app even door een Postman, zodat we een simpele request kunnen doen. Dus dat ga ik nu even laten zien. Als ik naar de portal ga, de Azure portal, ik heb daar al een API management instantie aangemaakt. En dat is omdat het aanmaken van API management instantie, dat kan, zacht gezegd, vrij lang duren. Dat kan van 20 minuten tot 40 minuten duren. En daar hebben we natuurlijk niet de tijd niet voor. Even kijken. We hebben hier op dit moment hier links met de API's. Dan zien we dat er helemaal nog niks is. En dat ga ik met jullie samen opzetten, of in ieder geval dat ga ik nu voordoen. Ik heb hiervoor al een Swagger JSON opgesteld. Oh, mijn muis zit naar de andere kant zeker. Die Swagger JSON die ziet er als volgt uit.
Dit is gewoon, of het is vrij jammer, vroeger was het JSON natuurlijk. Daar staan al mijn API's, of daar staat mijn API in beschreven en daar staan een aantal paths in beschreven. Dus je ziet dat er een get-operatie op zit, er zit een post-operatie op. En zo zitten er allerlei operaties op. Als ik. Plus, control plus, zeker in. Dus daar zie je allerlei operaties. Dus in principe geen rocket science natuurlijk. Zo kennen we dat wel. Als ik terug ga naar mijn API management instantie, daar kan ik simpel een YAML implementeren of importeren. Ik ga even naar de full options. Ik zeg van geef mij mijn YAML. Die staat niet hier, die staat. Hier staat die Swagger YAML in. Dan zie je meteen de description ook uit die mijn YAML bestand haalt. Dat wordt een base URL, dat is mijn URL waar het straks op benaderbaar is. Ik wil deze versionen. En ik wil hem aan een product toevoegen direct. En dit starter en unlimited zijn producten die Azure default zelf aanmaakt. Maar je kunt natuurlijk ook iets zien als zijnde van ik wil een product Corona API's hebben. Ik koppel hem nu even aan Starter en Unlimited. En dat zijn producten die zeggen ook wat ze doen. Daar kom ik later op terug. Ik ga hem een version identifier geven. En dat betekent dat ik hem in mijn URL onder een V1 aanroep. En dat betekent dat ik dus mijn API makkelijk een nieuwe version kan geven. En een V2 API kan aanmaken in die zin. Nou, die ga ik creëren. Dan zien we hier rechts eigenlijk. Dan zien we in eerste instantie dat hij die API heeft aangemaakt, to-do API met een V1. We zien al die operaties terugkomen die ook in mijn Swagger beschreven stonden. En hier rechts zien we eigenlijk ons policy management. Als ik nou deze even. Als ik nu naar de get all items ga bijvoorbeeld. En ik wil eigenlijk aan die wens voldoen om meteen een respons terug te geven. Dus ik wil eigenlijk een mock respons teruggeven. Dat kan heel makkelijk via de user interface en die ga ik nou ook gebruiken. En ik zeg mock respons. Dan zeg ik 200 oké, applicatie JSON. Dat is blijkbaar wat hij terug gaat geven. Nu heb ik mijn mock respons opgezet. En hier kan ik ook direct testen. Je hebt hier een testpagina in API Management. En daar kan je eigenlijk een test request eigenlijk al doen. Dan zie je dat die request URL hier heeft staan van mijn API Management instantie. Ik heb de V1 API en dat is de to-do API. Die ga ik sturen. En dan zien we dat hij dus die 200 status ook teruggeeft met een dummy, een mock respons. Waar komt die respons nou vandaan? Die komt uit onze Swagger definitie. Als het goed is, kunnen we hieronder in de definitie ergens zien het to-do item, zoals de definitie daarvan, van die respons. Die ziet er als volgt uit. Die heeft een ID, een title en een is completed. En die properties staan hier beschreven met voorbeelden. Op basis daarvan heeft API Management nu gezegd, oké, dan geef ik daar een respons aan terug. En dus dat is wat we hebben gemaakt. Als ik nu heel eventjes halverwege de presentatie terug inval. Plek waar we waren, ja. Wat hebben we nu gemaakt? We hebben deze situatie gemaakt. De volgende stap is natuurlijk een backend koppelen, want aan een mock respons hebben we helemaal niks. Dus ik ga een app service eraan koppelen, een Azure App Service en een Azure Function.
die die gaat aanroepen en dus eigenlijk die, die API invulling geeft vanuit twee verschillende data sources. Of twee verschillende backends in die zin. Kijken, als ik weer naar mijn API management instantie ga, dan ga ik mijn get bijvoorbeeld aanpassen. Die is nou gemokt. Even terug naar design. Mijn get. En dan ga ik de policy aanpassen via de XML editor. En dan zie je eigenlijk ook het voorbeeld, die vier lagen die we net in de presentatie in de slide zagen. Dus de inbound, de backend, de outbound en de on-error stage. En die ga ik invulling aangeven. Die policy, die ga ik even kopiëren. Zodat we daar geen fouten in maken. Wat ik nu ga doen is dat ik hem rewrite naar AppBC Webinar, Azure Websites. Dus daar staat mijn backend gehost. En dan rewrite ik hem naar to-do. Dus dat gaat over het laatste stukje achter de URL. Dus dat hij die /v1/api/to-do omschrijft naar /to-do, omdat daar mijn backend op luistert. Die staat al uitgerold en die is volgens mij alleen vanuit Azure benaderbaar. Of ik heb in ieder geval een aantal webbytelist API's toegevoegd. Dus die kan ik vanuit Azure wel benaderen en vanuit de buitenwereld als het goed is niet. Deze kan ik saven. Tegelijkertijd wil ik ook mijn post even aanpassen, zodat we ook post kunnen doen. En die doet eigenlijk hetzelfde. Die doet een URL rewrite en die doet ook weer een rewrite naar to-do. Omdat de post en de get natuurlijk op dezelfde kunnen. Dus dat is ook gedaan. En dan wil ik ook meteen mijn Azure function. Ik wil mijn put laten wijzen eigenlijk naar een Azure function. Want halverwege het ontwikkelproces heb ik bedacht van misschien moeten we toch wel op Azure functions gaan werken in plaats van op app services. Dus ik wil eigenlijk die put naar iets anders laten wijzen. Dus ik ga daar mijn policy voor aanpassen. Zoals we zien, laat ik deze nou dus wijzen naar mijn function app. Ik heb daarvoor nodig een function key. Zoals als je Azure Functions kent, dan weet je dat je daar kunt bepaalde tokens aan mee kunt geven. Of kunt zeggen dat die met bepaalde tokens moet authenticeren. En daar gaat mijn API management instantie, die gaat dus die token voor mij zetten. Dus de aanroepende partij, die merkt er niks van of die nou een app service of een... Of een function aanroept, dat zal hem om het even zijn. Oké. Laten we dat gaan doen. Even kijken. Als ik de post, de get ga doen. Ik ga eerst de get doen. Die kunnen we testen weer. Kijk, wat we nu zien is dat die vier items terugkomt en die echt vanuit mijn backend komen. Dat is natuurlijk super, super mooi. Ik kopieer deze even om die in mijn put mee te kunnen geven dadelijk. Maar nou willen we eigenlijk willen we echt weten natuurlijk dat hij naar zijn backend is gegaan. En dat kunnen we eigenlijk hier al zien met het trace stukje. En dat is ook iets wat we in onze response terug hebben gekregen. We krijgen hier een trace locatie terug. En dat kun je aanzetten met bepaalde headers meesturen en de admin subscription key. Dan kun je dit terugkrijgen. Dus ik ga naar mijn tracing toe. En dan zie je eigenlijk wat je ook via die URL terugkrijgt. Daar zie je dus wat er binnenkomt. Je ziet dus dat er een get request gedaan is op die to-do URL met deze headers. Allemaal leuk. Vervolgens komt hij bij de API inspector en dan zie je van hey, hij gaat naar de get en naar de URL URI template to do van revision 1 van version 1. En het product staat er hier niet bij omdat we geen specifiek product hebben aangeroepen in deze zin, omdat wij een admin key zijn. Vervolgens zie je eigenlijk hoe hij logica gaat interpreteren. En dan zien we eigenlijk dat de dat hij dus zegt van hey, ik zet de backend service naar de nieuwe backend service naar die website. En ik doe een request naar die to-do URL.
waarbij hij de rewrite URI daarna nog doet. Dus eigenlijk was de base URI aanpassing alleen al genoeg, denk ik. Vervolgens zie je eigenlijk het request forward naar de backend met welke headers en dergelijke. Dus daar ben ik eigenlijk al heel goed te zien wat waar gebeurt en hoe API management zijn zaken heeft afgehandeld. Dus leuk om te zien. Nu wil ik de put gaan doen en kunnen we dus zien dus ook dat hij hem naar een Azure Function gaat sturen. Dus ik stuur hier mijn request mee. Dus in deze test tab kan ik dus mijn post of mijn request ook opbouwen. Ik heb hier ergens een URL parameter en dat is het ID. Ja. Dat kun je ook, dat staat ook in die Swagger beschreven van hoe die URL erop uitziet en dus dat hij een to-do ID als parameter wil hebben in zijn URL. En ik ga deze aanpassen naar het webinar. En die is niet completed. Dus daarmee zou ik die nou deze moeten gaan updaten. En omdat het een Azure Function is, die moet nog even tot leven komen, want die staat niet op dit moment live draaien. Maar die is teruggekomen en als het goed is, kunnen we nou ook weer bij de trace zien wat er gebeurd is. Dus we zien dat hij nou die put heeft gedaan met sales en headers. Even kijken, dit is ook nog niet. Vervolgens zien we dat hij de backend gaat zetten naar zijn function app. Die hij gaat aanroepen met dat ID. En je ziet ook dat hij die functions key als header meestuurt. Dus die key die we in onze policy hadden gezet. Dus daarmee hebben we eigenlijk aangetoond dat hij ook zijn twee backends kan doen. Nou, laten we verder gaan waar we gebleven waren. Even kijken. Dus we hebben nu aangetoond dat we die twee backends hebben. Die hebben we nou allebei en de klant die kan die in principe aan gaan roepen. Maar stel, we hebben nou ook een partij 2 die direct aan wil gaan sluiten. En partij X betaalt iets minder dan partij Y. Dus partij X willen we eigenlijk beperken in zijn gebruik op deze API. En partij Y willen we eigenlijk gewoon vrije toegang geven. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. En dat kunnen we gaan doen met die rate policies. Dus als ik even terug ga naar naar mijn API management. Dan ga ik eerst even tonen dat er iemand al een beperkte toegang heeft. En dat gaan we doen in de API management portal. De portal die hierbij hoort, die staat op mijn API portal. Dat is de portal, de developer portal in die zin. Dus hier gaan aansluitende partijen naartoe om toegang te krijgen tot mijn API. Zoals je ziet is dat een helemaal custom pagina, of in ieder geval dit is heel erg makkelijk te customizen. Ik heb deze pagina wordt eigenlijk voor jou helemaal uit handen gegeven door Microsoft en dit kun je als een soort WordPress website makkelijk aanpassen. Dus ik heb hem even in onze stijl getrokken natuurlijk. Ik wil nu als gebruiker inloggen. En als het goed is heb ik al een gebruiker omdat het eventjes duurt dat die aangemaakt is. Maar ik heb een gebruiker aangemaakt die recht heeft op de portal. Deze is al aangemaakt. Dat duurt even omdat er zit 5 minuten delay op voor voordat je het mailtje krijgt. Maar deze kan iedereen gewoon aanmaken in principe op deze website. Vervolgens ga ik naar mijn products. En dan zie je dat starter product weer terugkomen. Ik heb als deze gebruiker heeft alleen recht op het starter product, omdat ik ben aangemeld gewoon via een publieke inschrijving in die zin. En daarbij zie je dat ik geen subscriptions heb. Ik moet als aansluitende partij moet ik subscriptions nemen op een API om dingen te kunnen doen natuurlijk. En dus ik ga een subscription maken voor deze to-do API en dat noem ik even demo. Nou, heb ik een subscription aangemaakt.
Van een product starter en daarvoor heb ik twee keys gekregen, zodat je kunt makkelijk kunt swappen in die zin. Dus als jij een nieuwe primary wilt, dan ga je eerst naar de secondary en dan pak je daarna weer de nieuwe primary. Dat zal bekend zijn van de meesten. Nu heb ik hier een key gekregen en die ga ik in, daar ga ik een request mee doen naar deze backend. Waar is mijn muis? Oké, hier. Ik heb hier al het een en ander klaarstaan om deze API aan te roepen natuurlijk in Postman. Omdat ik het even niet vanuit die portal, niet die main portal wil doen, maar vanuit deze portal. Even kijken. Dit is beter. Als ik hier mijn starter key invul. Nu stuur ik dus eigenlijk het request weer naar die to-do API van mijn API management instantie, die we daar ook in de portal zagen. Ik stuur mijn API management subscription key mee. En dan zou ik verwachten dat hij iets terug gaat geven. Kijk, hij geeft mooi het respons wat we net in de browser ook zagen. Maar deze is de beperkte variant. Dus als ik deze een paar keer stuur, dan gaan we zien. Hey, kijk, de rate limit is exceeded. Dus ik mag hier maar een x-aantal calls doen per keer. Dat is natuurlijk niet wat we willen, want partij ID wil meer calls doen. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door deze aan te sluiten op een, hoe heet het? Op de Azure Active Directory. Dus iedereen die via de Azure Active Directory subscribt, dat die meer rechten krijgt in die zin. Dus dat kan ik doen door te laten zien dat er een API management. Mijn Azure Active Directory is al gekoppeld. Ik heb al de Active Directory gekoppeld. Ik ga alleen zorgen dat die ook iedereen die subscribt via de API management, via die groep ook echt meer rechten krijgt. Dus als ik naar mijn groeps ga, dan zien we hier de default groeps eigenlijk staan. Dat zijn groepen van waar gebruikers binnenvallen. En ik wil hier mijn Active Directory groep eigenlijk toevoegen. Dus dit is mijn Active Directory. En dan wil ik iedereen die in de default groep valt toegang geven. Nou heb ik die in ieder geval toegang gegeven. Nou heb ik daar een groep van gemaakt binnen API Management. Dus mijn Active Directory groep is ook een API Management groep geworden. En die kan ik nou ook koppelen aan een bepaald product. Dus hier zien we een unlimited groep. Ik wil zeggen dat, dat iedereen binnen mijn unlimited groep, of die binnen mijn Active Directory groep valt, ook hier binnen de unlimited groep valt. Dus mijn default groep, dat heet zoiets mijn API of mijn Active Directory groep, die heb ik toegevoegd. En nou zou ik, als het goed is, als ik iemand aanmaak die wel binnen mijn Active Directory valt, extra rechten moeten kunnen krijgen die wel unlimited gaat. Dus ik ga nou een nieuw account aanmaken. Ik ga een sign-in doen. En dan ga ik dus de Active Directory gebruiken. Als het goed is, is mijn Brightcubes account hier al valt die binnen mijn Active Directory. Oké. Yes. Nou, ik moet nog maar even mijn profiel complementeren, omdat ik hier nog niet bestond als Brightcube, als via dit e-mailadres. En als het goed is, dan verwacht ik dat ik ook hier de Unlimited ga kunnen zien. Kijk, ik zie nou naast de starter ook de Unlimited, het Unlimited product. En als ik hier dus een key aan ga maken. Demo Unlimited. Zou ik verwachten dat ik wel calls ga doen. Een onbeperkt calls ga ik kunnen doen. Kijk. Postman, ja. Postman. Kijk.
Kijk, en nou zien we dus dat hij nog niet actief is eigenlijk. En dat is dus een feature uit API management. Die zegt van iedereen die op deze policy subscribed, op de unlimited policy, die moeten wij eerst zelf activeren. Dus die requires approval. Als het goed is, zit hier nog even een knopje over hier. Kan ik deze dus wel toegang geven. Dat is het subscriptions beheren binnen API management. Dan zie ik dat deze die ik net heb aangemaakt, die nog niet actief is. Die kan ik dus zelf als beheerder gaan activeren. Om zo het in de hand te houden. En als het goed is, kan ik hier nu wel onbeperkt een request mee doen. Deze policies waar dit geapplied wordt, die kunnen we terugvinden hier op de products ook. Dus we kunnen hier zien bij de starter policies. Daar zien we dat hij die inbound rule heeft van die rate limit calls 5 per 60 seconden. Volgens mij zijn het seconden. Dus per 60 seconden krijg je 5 calls. Dus daarmee hebben we dat stukje ook eigenlijk gemaakt. En ik zit even te kijken of ik in tijd zit. Maar, voor muis, oké. Okay. Dus. Dan hebben we nog eigenlijk, we kunnen een OAuth server toevoegen, want hey, partij X en Y willen eigenlijk allebei authenticeren via OAuth. Om de gebruiker op de backend meer of minder data te geven. En dat ga ik nog even snel doen voordat we naar de volgende slides gaan. Daarvoor ga ik mijn policy aanpassen. Ik wil op al mijn producten wil ik een policy toepassen om valide JWT tokens mee te moeten geven. Dat kan ik doen. Er is een vraagje. Ja. Is alleen maar voor visibility van de API en niet de rechten zelf. Rechten is eigenlijk de subscription, klopt het? Recht is op subscript. Nou, op je groepen kun je, je kunt je API opdelen in verschillende groepen, dus per product. Maar je kunt er ook onderscheid maken, of die producten ook gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende soorten API's. Dus je kunt er op meerdere levels mee spelen wat je waar doet. En wat je op die meerdere levels ook policies kunt toepassen. Dus je kunt de gebruiker ook meerdere. Die kan ook van meerdere groepen producten iets gebruik gaan maken. Dus die kun je op meerdere levels toepassen in die zin. Je hebt eigenlijk een overliggend grid waar je dat in zou kunnen doen. Ik kan even deze OAuth koppeling daarin laten zien. Wat we nu gedaan hebben is policies per API afgestemd. Maar ik kan ze natuurlijk ook op alle API's toepassen en dat is heel krachtig. Dan wil ik als bedrijf zijn bijvoorbeeld alles afdwingen op een bepaalde manier. Ik ga nu zeggen dat ik eigenlijk alles wat binnenkomt geautoriseerd moet worden via een OAuth token. En ik heb hier even gekoppeld aan de demo server van Identity Server. Dat is een .NET product die een OAuth server levert. En ik zeg dat hij een required claim heeft, profile. Dat is natuurlijk een gekke claim die je moet hebben. Maar om even aan te tonen van hey, dit moeten wij hebben. En voordat we deze krijgen kunnen we niet verder. Deze is not allowed. Base is not allowed. Online for you. Wat was dat? Wacht. Als ik hem hier toepas, dan doet hij het waarschijnlijk wel ook het.
Uiteraard, omdat ik deze policy op het hoogste level kun je natuurlijk een base aanroepen, is het vrij lastig op het hoogste level, want dan is er geen base meer. Maar ik heb nu eens op alle operations van deze API toegepast. Als we nu naar Postman gaan nog een keer, dan zouden we deze call, als het goed is, niet meer mogen doen. Kijk, dan krijgen we de unauthorized terug. Ik kan daar een autorisatietoken wel aan meegeven. Get access token. Die heb ik gekoppeld al aan een API. Of aan Postman. Ik log nu in via de API of via de demo server van Identity Server. Als het goed is, gaat hij weer terug naar Postman om het OAuth token op te halen. Met nadruk op als het goed is. Kijk, proceed. Nu is een access token. En die kan ik gebruiken. En als het goed is, doet hij nou nog steeds niet. En dat komt omdat ik mijn profile niet heb gequest natuurlijk. En voordat ik dit doe, moet ik eerst uitloggen op mijn identity server. Omdat ik nou een profiel heb zonder claim of zonder de required scope. Als ik hem nu ga doen en weer inlog met Alice. Oké. Nu is het ook een. Verwacht ik dat die wel goed gaat. Kijk, en daarmee zien we dus dat we die policy weer hebben geapplied van om jouw OAuth token te requiren en daarin bepaalde claims mee te nemen. Tot zover de demo, denk ik. Gaan we terug naar de slideshow. Oké, dus we hebben nou... we hebben nu de hele demo gezien in principe. We hebben een hele situatie gecreëerd die, waarmee we een praktijksituatie hebben laten zien, waar we de kracht mee hebben laten zien van API management in die zin. Als ik nou naar mijn eigen ervaring kijk, we hebben API management hier neergezet. Het is een heel proces van het complete ontsluiting natuurlijk van een API. Maar waar zit vooral de kracht in die zin? Ik denk vooral in de API gateway. De API gateway is natuurlijk ook door veel partijen wordt het aangeleverd als een los product. En daar zit de kracht voornamelijk. Als ik naar mijn eigen situatie kijk waar wij het gebruiken bij Zorgmatch, is alleen als intern gebruik. Dus wij gebruiken het als ontsluiting van onze backend. En de developer portal die we net gezien hebben, die gebruiken wij in die zin niet, omdat wij een kleine partij zijn en wij stemmen het af met onze frontend ontwikkelaars hoe de API eruit ziet. Dus ik denk vooral dat de kracht daar al zit. Dus als kleine partij iets met API's doet, dan is dit eigenlijk onmiskenbaar. Omdat je die ontkoppeling wil hebben tussen jouw backend en jouw frontend. Of jouw backend en jouw frontend. Je wil als backend ontwikkelaar een nieuwe versie kunnen maken, een breaking change kunnen doen. Zonder dat dat direct impact heeft. En dat kun je oplossen in dat API management, omdat je daar die policies kunt applyen voor jouw request te herschrijven naar jouw backend. En dus een andere versie aan te roepen, of een generieke versie aan te roepen. Dus ik denk eigenlijk dat dit een must is voor elke API ontwikkelaar. Daarnaast, mijn eigen ervaring, ik werk heel veel met service fabric in die zin, merk ik dat daar nog wat extra aandacht vraagt. Als je de directe integratie vanuit API management naar service fabric gebruikt, dan zit daar gewoon bepaalde caching in van jouw webservices, waardoor er gek gedrag of onbeklaarbaar gedrag komt. Dat kun je wel oplossen door op je backends bepaalde headers te zetten. Maar is dat wenselijk? Dat is niet altijd. Je zou ook gewoon direct je reverse proxy van service fabric kunnen aanroepen. Maar dat is heel specifiek naar service fabric. En hoeveel mensen maken daar gebruik van? Dat is de vraag natuurlijk. En verder mijn ervaring die ik
en jullie dat willen laten zien, maar ik denk dat de tijd daar te kort voor is, is de on-premise gateway. Wij gebruiken die zelf om ook onze lokale ontwikkelomgeving toe te passen. Want API management is natuurlijk een cloud product. Dus zoals je hier ziet, dit is een cloud product. Je hebt de API gateway, API management in de cloud, die naar clouddiensten wijst. Maar als jij lokaal gaat ontwikkelen, wil je eigenlijk hetzelfde gedrag. Je wil diezelfde policies kunnen applyen. Dus ook die authenticatie en dergelijke kunnen doen. En dat hebben wij zelf opgelost met die on-premise gateway. Dus eigenlijk, dat is dat dit plaatje. Je hebt je cloud en je hebt je lokale dev machine. Daar rol je een Docker container uit van je on-premise gateway. En je lust dus door naar je on-premise resources. Dus je kunt daar mooi jouw backend debuggen. Terwijl je wel via API management gaat. En ook lokaal in je Docker container kunt zien wat er gebeurt in API management. Dus ik denk dat heel krachtig is. Ik kan het nu even niet laten zien, want de tijd is dat te kort voor. Maar in ieder geval, dat is een heel interessant iets. Om eens naar te kijken, om dat uit te vogelen. En mocht je daar vragen over hebben, dan kun je me ook altijd daarover mailen natuurlijk. Volgende. Er zijn natuurlijk alternatieve platformen die ook soortgelijke oplossingen bieden. Je hebt van Google heb je APIG. Die levert ook een complete solution. Je hebt iets van Red Hat, je hebt meerdere oplossingen. Je hebt ook natuurlijk een Amazon API Gateway en die is beperkter. Die is meer volgens mij op API Gateway enkel gericht. En je kunt er natuurlijk voor kiezen om zelf iets te gaan bouwen. Bijvoorbeeld met Ocelot, dat is een .NET package. Waarmee je een API Gateway kunt bouwen. Ga je daar alles mee behalen wat jij nodig hebt? Dat is natuurlijk de vraag, maar dat is ook de afweging die je moet maken. Heb ik een hele API management solution nodig met alle portal en dergelijke? Of voldoe ik met een API gateway? Wat in veel gevallen ook voldoende zou kunnen zijn. Er is een opmerking hier. Dus, de kracht zit ook namelijk in developer portal. Developer van je API kan heel laagdrempelig bij de documentatie, denk ik. Ja. En kan ook de API verkennen. Klopt. Dat is zeker een kracht die erin zit. Maar het is de vraag of in welke situaties je dat altijd nodig hebt natuurlijk. In de gevallen van meerdere teams binnen een organisatie die API's willen discoveren en dergelijke, daar kan het heel nuttig zijn natuurlijk. Want dan heb je een bepaalde frontend waar dat allemaal in gedocumenteerd staat. In kleinere bedrijven zal het kunnen dat het minder van toepassing is. Als ik naar onszelf kijk, dan zijn de ontwikkelaars vaak full stack en die praten heel veel met elkaar. En daar ligt eigenlijk die afstemming al. Dus die hebben die portal niet direct nodig om die zaken op te zoeken. En er leeft ergens binnen de repo bijvoorbeeld wel een Swagger JSON of iets dergelijks om die API-afspraken te maken. En dat is niet zo vastgegoten in beton. Dus ik denk dat heel afhankelijk is van de organisatie waarbinnen je leeft en hoe groot die is. En hoe vast die afspraken daarin in liggen natuurlijk. Dit was in ieder geval het webinar, als er vragen zijn. Zijn er verder nog vragen binnenkomen hierheen? Nee, dat was de laatste opmerking eigenlijk. Oké. Heeft het developer portal ook iets te maken met application insights en alerting? Je kunt in de developer portal wel de getallen over jouw calls zien. Dus ja, als jij een subscription hebt, dan kun je zien hoeveel requests er over zijn gedaan, hoeveel data er overheen is getrokken. Maar dat staat los van App Insights in die zin. Je kunt API management wel koppelen aan Application Insights. Dus dat die logging naar Application Insights schrijft, dat hij ook gaat zeggen van hey, die policies zijn op die manier geëvalueerd en deze dependencies zijn er uitgehaald. Dus dat kun je daar wel uithalen. Maar dat staat los van een developer portal. Oké, dan was dit het denk ik. Dan wil ik jullie bedanken voor je aandacht. En mocht jullie vragen hebben, kunnen jullie me altijd mailen op mijn e-mailadres dat hier ook in beeld staat. En dan hoop ik tot de volgende keer. Oké.